84 vermisten, 51 doden en 408 mensen gered uit Britse veerboot. Het wrak is door de Belgische autoriteiten in beslag genomen. Vanavond nog valt een beslissing over de berging van het schip. Goedenavond. De situatie rond de gekapseisde Britse veerboot verandert niet meer. 51 mensen kwamen om en hun lichamen zijn geborgen. Maar 84 mensen worden nog vermist. Voor hen is zo goed als geen hoop meer. 408 overleefden de schipbreuk met de Herald of Free Enterprise. Waarom het schip even buiten de haven van Zeebrugge is gekapseisd is nog een raadsel. Duikers die het doorzochten hebben het moeten verlaten. Er bestond gevaar omdat het wrak in een modderbed ligt en daardoor nog beweegt. De grote deuren in de boeg van het schip staan open. Ze hadden dicht moeten zitten. Aan de ene kant heeft dat geleid tot het vermoeden dat de veerboot door deze open deur water heeft gemaakt. Maar aan de andere kant wordt dat betwijfeld omdat de deuren meters boven water staan. Bokken voor het grote bergingswerk zijn al bij het wrak aangekomen. Het wachten is nog op de bergingscontracten. In de loop van de avond gisteren werd duidelijk dat er werkelijk een grote ramp was gebeurd. Dat er veel mensen niet meer levend uit het ijskoude water zouden worden gehaald. Een verslag van de rampnacht van onze verslaggever Harmen Roeland. Sinds gisteravond 11 uur in Zeebrugge. We staan op de pier van Zeebrugge. 800 meter verderop vaart een loodsboot met alle zoeklichten aan. Op weg naar het wrak van de Herald of Free Enterprise. Zoeklicht na zoeklicht priemt door de ijskoude nacht. Sleepboten, vissermannen, marineschepen uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland. Reddingsboten, zelfs uit Rotterdam. Allemaal zoeken ze hier op de reden van Zeebrugge naar passagiers en bemanning van de gekapseisde veerboot. De Herald of Free Enterprise was zo onverwacht en zo snel gekapseisd dat de radioofficier niet in staat was het Mayday, het SOS-signaal, de ether in te sturen. Toch kwam de hulp zeer snel op gang. Vanaf de kade van de zeemacht steeg de ene helikopter naar de andere op. De Belgische marine kreeg assistentie van heli's uit Engeland, Frankrijk en Nederland. De reddingsoperatie afgelopen nacht werd gecoördineerd door de Nederlandse mijnenveger Middelburg. Overlevenden werden vanaf de spiegelgladde veerboot omhoog gehesen. Mensen met een shock, mensen die variërend licht tot zwaar gewond zijn, dank hun leven aan de helikopterbemanningen. Er zijn zelfs passagiers die, zonder nat te worden, aan land gezet konden worden. Alle gewonden werden naar de haven van de Belgische marine gevlogen. Vandaar werden ze overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Everyone was trying to pull together, I think. Then the lights went out, and I mean, that was suddenly you're in pitch black darkness in icy water, and you can't see anything then. And that started again. Everyone was screaming then at that point. How long were you there on that ledge? I would say maybe half an hour, 35 minutes. What did you do during that time? Oh, I got a little girl there with me. I pulled her up because she was with her mum, and I pulled her over to me out of the water. So I was talking to her mainly because she was so frightened. So I guess it was easy for me then because I'm sort of trying. She was frightened. She was going to die. She kept saying we're going to die. We're going to die. And I think the thing that got me most was she said to me, and I've been ever such a good girl. I've never told any lies, and which was quite sweet. And I said, I'm sure that's right, Claire. I'm sure you're not going to die, really. You know, don't worry, they'll get us out. Aan het eind van de avond werden de eerste doden geborgen. Hier via het kapotgeslagen raam van een van de restaurants aan boord. Bij de marine in Zeebrugge was een mortuarium ingericht. De sleepboot Fighter kwam in de haven aan met op het dek 30 lichamen van passagiers omgekomen bij deze scheepsramp. In Zeebrugge waren afgelopen nacht grote aantallen zuurstofflessen, maar de duikers konden ze nauwelijks gebruiken. Het relaas van twee duikers van de Koninklijke Marine uit Den Helder. Ja, maar ontzettend veel lijken, heel weinig overlevenden. We hebben er totaal vanaf 9 uur 4 man af kunnen halen en de rest was alleen maar doden. Dat dreven er ontzettend veel en er kwamen steeds meer opdrijven. Dus je haalde ze weg en 5 minuten later lagen er weer op. Dus er was geen doen, daar zijn we ook mee gestopt.